jij wie de weekenddienst heeft? Ik dacht Charlotte, maar helemaal zeker weet ik het niet. Oh, dan moeten we eens even, ga ik eens even achteraan. Ja. Meneer de Groot? Sorry voor het ongemak. Alle andere kamers zijn bezet. Dit is de enige kamer die nog over was. Vanwege de verbouwing hebben we minder kamers, dus hier moeten we het even mee doen. Zoals jullie weten hebben we enige tijd geleden een paar testen gedaan. Ik moet u zeggen dat het geen goed nieuws is, meneer de Groot. Alles wijst erop dat u chronische pancreatitis heeft. Dat houdt in dat uw alvleesklier ernstig ontstoken is. Het is helaas in zo'n ver stadium dat genezing niet meer mogelijk is. Het spijt me enorm. Hoe lang heb ik nog, dokter? Dat is moeilijk te zeggen, maar zoals de resultaten er nu uitzien, minder dan een jaar. Ongeveer 10 maanden, denk ik. Wat voor bloemen vind je eigenlijk mooi? Oh, weet ik veel. Rozen? Alleen rozen of zou je nog meer bloemen willen? Wat is je favoriete nummer? Moeten we daar nu over hebben? Dat nummer wat op je opa's uitvaart was gedraaid, dat was ook mooi, toch? Ja. Juri, ik weet dat het lastig is, maar waarom doe je alsof er niks aan de hand is? Dat doe ik niet! Ik wil het gewoon niet over hebben. Dat snap ik, maar ik wil je alleen maar helpen, hoor. Kan je niet. Ik wou dat hij er nog was. Hij had me wel kunnen helpen. Kon ik je maar helpen? Spijt me. Wie je nog mijn oma? Je weet wel, die iedereen altijd vreemd vond. Zij heeft mij iets gegeven en een aantal dingen geleerd. Deze kaars gaat je helpen om contact te leggen met je opa. Een kaars? Het is niet zomaar een kaars, het is een hele zeldzame kaars. Dit is iets wat ik van mijn oma heb gekregen. Ze had toch ooit zo'n spirituele winkel? Hiermee kun je contact leggen met mensen die zijn overleden. Oké, het klinkt heel stom, maar deze kaars gaat jou helpen om contact te leggen met je opa. Juri, hallo, dit is weer een mogelijkheid om met hem te spreken. Dat kan niet. Dood is dood. Was het maar zo eenvoudig. Je moet je hoofd leegmaken. En denk dan aan de persoon met wie je graag wilt spreken. En dit is heel belangrijk, Juri. Hou je gedachten onder controle. En als ik dat niet kan? Dan kunnen er geesten opgeroepen worden die je niet wil hebben. Je moet de kaars aansteken en dan je ogen dicht doen. Denk dan aan je opa en bedenk hoe graag je hem weer wilt spreken.
Wie ben jij? Ik ben Lisa. Waar zijn we, Lisa? We zijn in mijn speelparadijs. Hoe oud ben je? Ik ben 10 jaar. Weet je ook nog hoe je hier terecht bent gekomen? Ik was met mijn vriendjes aan het spelen op straat. Een bal rolde op de weg. Ik ging er achteraan en plotseling was ik hier. Ik wou dat ik het aan papa en mama kon laten zien. Maar er is hier geen school, geen pesters. Het is hier heel leuk. Kun je het hier nou zo leuk vinden? Ik heb altijd mijn vriendjes bij me. En jullie zijn dood! Hey, wacht nou even. En dat heeft gevolgen voor de rest van de natuur. Wat een kind. Wat een kind. Wat een kind. Sorry, maar het gebeurde vanzelf. Je zou toch aan je opa denken? Kun je de dood nou leuk vinden? Misschien kan dat. Hallo, Jori. Jij zit met een aantal vragen. Maar wil je het antwoord wel weten? Hoe weet jij wie ik ben? Als je doodgaat, verlaat je niet hen, maar zij verlaten jou. Anna zal doorgaan met haar leven en een ander vinden. Bullshit. Denk je dat? De grootste bullshit is dat mensen je uiteindelijk gaan vergeten. Terwijl dat jij in de grond ligt weg te rotten. Bedenk nou eens zelf. Mensen willen je niet vergeten omdat ze je haten. Of omdat ze niks om je gaven. Omdat jij ze pijn hebt gedaan. En dat maakt ze kapot. Laat me met rust. Jori! 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 Jori!
Kom op. Rustig maar. Je bent er weer. Waarom deed je dit? Je hebt geen idee wat er had kunnen gebeuren. De kaars. Dat maakt niet uit. Je moet stoppen met die kaars. Het is te gevaarlijk. Het ziet er niet goed uit, meneer De Groot. Heeft u veel stress gehad de laatste tijd? Sinds ons laatste gesprek? Ja, door de stress is de ziekte zich nog sneller kunnen gaan verspreiden. Ik raad u aan om het wat kalmer aan te doen. Als u wil, kan ik wat medicijnen voorschrijven. Waarom altijd die kaars? Ik moet antwoorden hebben. Weet je niet meer wat de laatste twee keer is gebeurd? Je hebt je gedachten niet onder controle, Yuri. Je kan dit gewoon niet. Wat doe je? Het is te gevaarlijk. Geef hier die kaars. Het is te gevaarlijk. Ik wil nog niet dood. Hij kan me geruststellen. En ik dan? Denk je wel eens aan mij? Tuurlijk. Ik doe dit ook voor jou. Onzin. Je denkt alleen maar aan jezelf. Opa? Yuri? Bent u dat? Yuri, wat doe jij nou hier? Wat doe je hier, Yuri? Je hoort hier helemaal niet te zijn. Ik heb niet zoveel tijd. Ik moet u spreken. Ik ben ziek, opa. Ernstig ziek. Ik weet niet wat ik moet doen. Yuri, ik weet niet of ik de juiste antwoorden heb. Ik kan je alleen vertellen wat ik zelf deed toen ik wist dat ik dood zou gaan. Ik keek terug op een fantastisch leven met jou en oma en al die fijne momenten. En ik zie de dood niet als een definitief einde. Ik zie het als een nieuw avontuur, Yuri. Avontuur? De dood hoort bij het leven, Yuri. Geniet nu nog van Anna...
je ouders en je vrienden. Daar heb je straks iets om terug te kijken. Probeer nu nog te leven, Yuri. Van uw opa. En ik voor jou. Anna? Mag ik even binnenkomen? Het spijt me. Ik was mezelf niet de afgelopen tijd. Toen je me die kaas gaf, zag ik een mogelijkheid. Ik weet eigenlijk ook niet wat voor een. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik moet niet wegrennen voor de dood. Maar genieten van de tijd die ik samen nog met jou heb. Zodat ik ergens op terug kan kijken. Tulpen. Dat zijn mijn favoriete bloemen.